Hoi, mijn naam is Jillis en in deze video vertel ik je alles wat je moet weten over KPN SuperWifi. Ben jij op zoek naar een slimme manier om je KPN wifi te upgraden? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar KPN SuperWifi? Dan ben je bij mij aan het juiste adres. We gaan het in deze video hebben over het verschil tussen wifi kwaliteit en wifi snelheid, hoe snel en goed je wifi moet zijn. Vervolgens vertel ik je wat KPN SuperWifi is, hoe het werkt en hoe je het installeert. En als laatste duiken we ook nog even in de KPN Thuis-app. Onderaan de video kun je eenvoudig naar de voor jou meest relevante onderdelen springen. Laten we beginnen. Als er iets mis is met je wifi, gooien we het eigenlijk al gauw op de snelheid van de verbinding. Je hebt last van trage wifi. En hoewel daar het probleem kan liggen, is het niet altijd het geval. Naast wifi-snelheid speelt je wifi-kwaliteit ook een grote rol. Onder wifi-kwaliteit verstaan we bereik en stabiliteit. In een andere video gaan we dieper in op wat wifi-kwaliteit precies is. Klik daarvoor op het i'tje of op de link in de beschrijving. De hoogte van je internetsnelheid op verschillende plekken in huis geeft je wel inzicht in je wifi-kwaliteit. Om erachter te komen welke snelheden je nu thuis haalt, kun je een speedtest doen. Met één druk op de knop weet je dan de download- en uploadsnelheid van jouw wifi-verbinding. Maar hoe snel moet jouw wifi zijn? En kan KPN SuperWifi voor jou handig zijn? Wat jouw internetbehoefte is enorm persoonlijk. Dit hangt af van een aantal apparaten dat in jouw huis tegelijk internet nodig heeft en om wat voor gebruik dit gaat. Voor nu is een redelijke vuistregel voor goed internet dat je in je hele huis minimaal 50 Mbit downloadsnelheid haalt. Zo niet, en verlies je veel snelheid of heb je last van een instabiel signaal, dan kan KPN SuperWifi voor jou een oplossing zijn. KPN SuperWifi dus. Dit is hoe het eruit ziet. Je krijgt bij KPN SuperWifi standaard twee SuperWifi-punten. Deze punten maken gebruik van de nieuwste mesh-technologie. Dit ken je misschien ook wel als multiroom wifi of wifi-boosters. In wezen allemaal hetzelfde. Mesh-wifi is het antwoord op de nadelen van traditionele wifi-repeaters. Traditionele wifi-repeaters vergroten wel je wifi-bereik, maar leveren vaak in op de snelheid. Daarnaast creëren dit soort apparaten eigen nieuwe wifi-netwerken in je huis. Voor wifi in het hele huis moet je dus beide netwerken instellen op je laptop of smartphone. Je apparaten maken een verbinding met het nieuwe netwerk als het oude niet meer beschikbaar is en dat betekent dus dat je enkele seconden je internetverbinding verliest als je door het huis wandelt. Niet ideaal dus. Met mesh wifi en dus KPN SuperWifi is dat verleden tijd. SuperWifi is dé nieuwste technologie op het gebied van draadloos internet. Het bestaat uit verschillende wifi-punten die slim met elkaar samenwerken. Ze verdelen de bandbreedte en zorgen ervoor dat je steeds met het beste signaal verbonden bent. Zo houd je ook verbinding als je door het huis loopt. Heb je plekken in huis die voor de SuperWifi-punten draadloos moeilijk te bereiken zijn, dan kan je de SuperWifi-punten ook met een ethernetkabel verbinden. Mesh-technologie creëert als het ware een deken van wifi over je hele huis. En in tegenstelling tot de traditionele wifi-repeaters of powerline-adapters, behoud je met mesh-wifi wel één sterk wifi-netwerk in je huis. De wifi-punten regelen onderling dat je apparaat automatisch de snelste weg naar het internet vindt en bepaalt hierbij ook met welke wifi-frequentie het apparaat het beste kan verbinden, 2,4 GHz of 5 GHz. Wat krijg je als je voor KPN SuperWifi gaat? Nou, het volgende zit in de doos van een startpakket. Twee SuperWifi-punten, inclusief standaard, twee stroomadapters, twee ethernetkabels en natuurlijk een handleiding. De installatie van SuperWifi is heel eenvoudig. En helemaal als je de KPN Thuis-app gebruikt. Op de doos staat een QR-code waarmee je de app kan downloaden. Deze app helpt je door de installatiestappen en houdt voor jou bij of alles goed gaat. Nadat je alles hebt uitgepakt, kan je beginnen met de installatie. Het eerste SuperWifi-punt plaats je naast je modem. Deze gaat namelijk het wifi-signaal van je modem overnemen. Als je modem zelf over mesh-technologie beschikt, is dit niet nodig. De KPN Thuis-app checkt automatisch welk modem je hebt en wat er bij jou mogelijk is. Je sluit het wifi-punt met de gele ethernetkabel aan op het modem en vervolgens steek je de adapter in het stopcontact. Druk daarna op de aan-uitknop. Het SuperWifi-punt heeft nu ongeveer 25 minuten nodig om de software op te halen en, zoals je ziet, brandt het lampje nu blauw. Als het lampje groen brandt, is hij klaar. Nu heeft dit eerste wifi-punt de wifi-functie van het modem overgenomen. Maar de kracht van de SuperWifi zit hem natuurlijk in meerdere verspreide wifi-punten door je huis. Het tweede SuperWifi-punt installeer je door hem ook kort met de ethernetkabel aan het modem te verbinden. Zet hem aan en na zo'n 3 tot 10 minuten gaat het lampje groen branden en is hij correct ingesteld. Nu kun je de kabels verwijderen. Vervolgens plaats je de tweede wifi-punt richting de plek waar je goede wifi wilt.
Plaats hem halverwege tussen het modem en de plek waar je een slecht wifi-signaal hebt en sluit hem aan op het stopcontact. Het lampje op het tweede wifi-punt brandt groen als de locatie goed is. Als het ledlampje oranje of geel is, ben je te ver gegaan en is de verbinding onvoldoende. Breng dan het tweede wifi-punt dichter naar het eerste wifi-punt totdat het lampje groen wordt. Je maakt dit proces nog makkelijker met de KPN Thuis-app. Deze geeft namelijk in real-time aan hoe goed de verbinding van het super wifi-punt is. Als het ledlampje van je super wifi-punt rood is, gaat er iets mis en lukt het de wifi-punten niet om verbinding met elkaar te maken. Druk dan ongeveer voor 2 seconden op de WPS-knop op zowel het bedraden als het draadloze super wifi-punt. Het lampje gaat nu oranje knipperen terwijl de twee wifi-punten elkaar weer zoeken. De WPS-functie op het super wifi-punt is overigens ook handig voor het sneller verbinden van nieuwe apparaten. Als je op de WPS-knop drukt, kunnen nieuwe apparaten tijdelijk vrij verbinden met het wifi-netwerk. Zo hoef je geen ingewikkelde wachtwoorden te typen. Voor 90% van de huishoudens zijn 2 super wifi-punten genoeg. Heb je tot onder in de kelder of hoog boven in de zolder toch niet optimaal bereik, dan kun je altijd meerdere super wifi-punten kopen om je netwerk te vergroten. Nog een tip. Let er bij het plaatsen van de wifi-punten op door welk materiaal je het wifi-signaal probeert te sturen. Het verschilt nogal of je het signaal door een gipsplaat of een stalen deur probeert te sturen. Metaal is het ultieme signaalblokkerende materiaal en hetzelfde geldt voor zwaar beton. Een aquarium vol met water kan je signaal ook flink blokkeren trouwens. En let ook op met apparaten op de 2,4 GHz frequentie, zoals smart speakers. Deze kunnen ook op het wifi-signaal storen. Zodra je je KPN Super Wifi goed hebt geïnstalleerd, kun je overal in huis van snel en stabiel internet genieten. Je kan je Super Wifi-netwerk beheren met de KPN Thuis-app. Met deze app krijg je inzicht in je netwerk en beheer je de Super Wifi-punten. Vaste kleine tip. Je kunt hierin bijvoorbeeld ook de lampjes van je Super Wifi-punt uitzetten als hij in de slaapkamer staat. Superhandig! Naast je modem en je Super Wifi-punten kun je in de app ook een overzicht van alle verbonden apparaten op je netwerk zien. De app is ook heel handig bij bezoek. Als je mensen over de vloer hebt die je toegang wilt geven tot je wifi, dan heeft de app wat handige tools. Zo kan je bijvoorbeeld een apart wifi-netwerk voor je gasten instellen via de app. Zo deel je wel je eigen internetverbinding, maar niet je eigen netwerk. En wil je mensen wel toegang geven tot jouw netwerk, dan kan dit heel eenvoudig door ze een QR-code binnen de app te laten scannen. Geen gedoe met wachtwoorden meer dus. Goed, ik heb je nu alles verteld wat je moet weten over KPN Super Wifi. Ik hoop dat ik je enthousiast heb gemaakt. En wil je nou zelf ook KPN Super Wifi? Klik dan op het i'tje boven in beeld. Succes en veel plezier met jouw KPN Super Wifi. Bye!